Koken met bier is tegenwoordig heel populair. En als je het combineert met een stukje vis, is het extra origineel. De Noordzeetong komt goed tot zijn recht in het roomsausje met duvel. Echt iets voor fijnproevers. We gaan onze Noordzeetongen een krokant korstje geven door ze in wat bloem te wentelen. Laat de vis wel eerst oppervlakkig ontdooien en dep hem goed droog. Om een mooi gelijkmatig korstje te krijgen, klop je de overtollige bloem van de tongen. Nu kunnen we aan de groenten beginnen. We snijden de geschilde aardappelen in kleine blokjes. Daarna spoelen we ze af om het zetmeel te verwijderen en we deppen ze goed droog. Zo vermijd je dat de aardappelblokjes straks bij het bakken aan elkaar gaan plakken. Ook onze prinsessenboontjes snijden we in kleine stukjes van 1 centimeter. De aardappelblokjes bakken we enkele minuten in een beetje boter. Daarna voegen we de gevogelte fond en de prinsessenbonen toe. Dat laten we 5 minuutjes scharen tot al het vocht is opgenomen. Nog wat kruiden met peper en zout om onze groenten op smaak te brengen. Volgende stap, ons biersausje maken. Overgiet de fijn gesnipperde shallotten met een derde van een flesje duvel en laat het bier volledig inkoken. Daarna mag de lichte room erbij, samen met wat citroensap, fijn gesnipperd bieslook, peper en zout. Onze groenten en saus zijn klaar. Nu alleen nog de vis bakken. Dat doen we in een grote pan met wat boter. We bakken de tongen zo'n 2 minuutjes aan elke kant en kruiden ze met peper en zout. De vis mag mooi goudbruin zijn. Zo, ons gerecht is klaar. We kunnen aan tafel. Bij dit visgerecht past een sterk blond bier met een opmerkelijke bitterheid. Wij geven er uiteraard een duvel bij. Smakelijk! Ontdek nog meer lekkere en originele recepten op onze website en volg ons ook op Facebook voor extra tips en inspiratie.